Goedemorgen. Nou, zo maak je een vlogje met denk 28 tot 30 graden in de zon in een poloshirtje. En zo sta je in een soort storm. Dus ja, makelaar door weer en wind, zeg ik altijd. Misschien dat ik wat lastig te verstaan ben door de wind, maar ik sta hier op het Salvatorhof in Noordwijkerhout. En het is een heel leuk hofje zoals u achter mij ziet. Met allemaal bijzondere woonhuizen. En dan gaan we zo even wat ik daarmee bedoel. Hier ben ik met de auto gekomen, dus het is lekker rustig. Maar we gaan snel naar binnen, want dan kunt u mij wellicht wat beter verstaan. En dan gaan we gewoon eens even de woning zelf bekijken. Binnen. En het bijzondere aan de woning is dat eigenlijk alles heel hoog is. Je hebt hier een heel hoog plafond. Het is ook een huis met 3 lagen. Maar waarbij je op de eerste etage de woonverdieping hebt. En hier op de parterre heb je eigenlijk een hele grote ruimte die voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Kijk, de stylist is al druk achter me aan het meten en foto's maken. Dus die gaat er wat moois van maken. Ja, het is echt een ruimte, ja, kantoor aan huis, manscave, tegenwoordig natuurlijk hip voor de computer, et cetera. Maar misschien iets van pedicuursalon. Ja, al die dingen zijn in te vullen voor die ruimte, multifunctioneel. En dan loop je dus naar boven en dan kom je op een overloop met toilet. En dan ga je hier eigenlijk de woonetage op, woonkamer. Het grenst gelijk met een mooi groot terras erachter. En nou, achter mij hier nog echt een lekkere eetkeuken. Grote tafel en hier de keuken achter mij. Ja, het is een heel modern huis. Wat ik al zei, ook qua ligging is het echt super. Waarom? Omdat het ligt eigenlijk in het centrum tegen de winkels aan. Hier achter mij liggen eigenlijk alle winkels. Diegros, bakkerslagen, restaurantjes, echt de winkelstraat. De Dorpstraat in Noord-Eckerhout. En scholen, sportvelden, openbaar vervoer. Eigenlijk ligt dat hier allemaal op loopafstand. En uitvalswegen zijn ook gewoon echt dichtbij. Zo zit je snel op de A44 en kan je snel richting bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. Nou, dan lopen we nog even naar boven. Dan krijgt u nog een wat beter beeld. Dit is ook leuk. Ja, lastig te zien, maar kijk, u kijkt hier naar een raam de straat. En je hebt hier een soort entresol. Ja, gewoon echt heel speels ingericht. Niet alledaags. En dat maakt het vaak juist zo leuk. Het is absoluut geen standaard woning. Even kijken. Hier komen we op de tweede etage. Nou, hier achter mij echt een moderne grote badkamer met alles erin. Bad, douche. En je hebt hier echt twee heerlijke grote slaapkamers. En wat vooral opvalt. Nou, u merkt al net buiten dat het erg onstuimig weer is. Maar het is gewoon een heel licht huis. Zelfs op een dag als vandaag heb je echt heel veel lichtinval en is het echt een heerlijk woonhuis. Stel dat je wat ouder bent, ja, dan is het gewoon de locatie fantastisch omdat je natuurlijk dicht bij het centrum zit. Nogmaals, ook voor een gezin is het een ideaal huis met verschillende grote goede ruimtes. Zeg er nou van, nou, dat lijkt mij toch wel eens interessant om van binnen te bekijken. Bel me, stuur me een mail of stuur me even een WhatsApp. Dan maak ik graag even met u een afspraak en dan loop ik graag met u even door de woning heen. Ik hoop je snel te zien. Tot ziens!